Ik moet hier eerst volgens mij een trap creëren, zodat ik hier gewoon op kan springen. Zo, spring, 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 spring. En gooi de bom! Oké, oké. Het was goed genoeg, het was goed genoeg. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar deze 100% serie van Bowser's Fury. In de vorige aflevering hebben we hem eigenlijk uitgespeeld, maar om hem 100% te maken moet je 100 van die kattenzonnetjes vinden. We hebben er nu 50 en in alle volgende afleveringen gaan we 10 van die kattenzonnen vinden. Dus dat betekent dat we nog 5 afleveringen te gaan hebben. Laten we beginnen met hier eventjes een mini kattenzonnetjes te zoeken. We hebben er nu 1 van de 5. Yo Bowser, wil je even dit vraagteken weghalen voor mij? Thank you! Oh, wow. Dit geeft gewoon gelijk een kattenzon. Oh, dit is wel vet. Dit is een super vette tekening, gek. Dit is heel cool. Hoppakee, nog één erbij. Lekker. Oh, we zien hier ook gelijk 3 mini kattenzonnetjes. Eentje, die hebben deze gasten te pakken. Hoppakee, die is van mij. En als we dan naar deze kant kijken, dan zit er onder de boot nog één. En in de mast zit er nog één. Kijk, hier in de mast zit er dus nog eentje. Oké, wel recht blijven lopen nu. Nice. En dan zit er hier onder de boot ook één. Dat is dan nummer 3. En dan moet er hier ergens dan nog één zitten. Kunnen even rond het eiland gaan. Even kijken of we hem vanaf de buitenkant kunnen zien. Oh ja, kijk hier. Ja, daar is die. Eens even kijken of dit lukt qua jump hoor. Zo, en dan zo een beetje omhoog klimmen. En dan hier. Ja, lekker. Ik zag hier iets. Ik weet niet wat dit voor dingetje is. Een soort van plessiemuntje. Geen idee wat we hiermee kunnen. Oh, dan moeten we het volgende plessiemuntje gaan pakken, denk ik. Hierop. Oh, dit moet wel op tijd, trouwens. Dan moeten we nu hier naar boven. Go, 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 go. Volgende plessiemuntje. Ja, dan nu daar naartoe. Dan staat Plessie daar alweer klaar. Topper. Jij bent een topper, Plessie. Go, 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 go. Ja. Gaan we nu daar naartoe? Is dit dan de laatste plessiemunt? Ik mag het hopen, want ik wil niet hier door deze smurrie heen. Oh, wacht, 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 wacht. Hoef ook niet door de smurrie heen. Haha. Net voor de smurrie was het laatste muntje. Nice. Oké, we zitten op 53. Hierboven is er één. En als we op de map kijken, dan zitten we nu hier. Ik denk niet dat deze heel moeilijk is. Dit is gewoon dit ding even omhoog brengen. En dan heel snel daar naartoe. En dan hierin klimmen. En dan op. Yes. Toppie. Ah, deze was niet heel moeilijk. Op dit eiland moet ik er nu nog 2. Moeten de kat Kamex verslaan. Dat vind ik leuk. Dat kan ik wel. Dat kan ik prima. Kom maar, kom maar, kom maar. Beam! 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 Zijn ze al kapot? Oh, daar is er nog één. Wat sta jij daar nou, joh? Ik dacht dat je op die platform hoorde te staan. Had je een klappie gekregen van Bowser Jr. of zo? Kom op, kom op, kom op. Oké, whatever. Ik klim hier wel weer opnieuw op. Pompidompidompidom. En hoppakee. Deze is ook weer voor mij. Dan moeten we hier nog één. Ik ben wel benieuwd wat we hier nog moeten doen. Eens even kijken of we hem nu te zien krijgen. Schiet de Fury-blokken kapot. Oh, dat moet Bowser natuurlijk doen. Ja, die zit hier verstopt. Laten we Bowser even gaan oproepen met de amiibo. De vorige keer wist ik niet hoe dat moest. Alleen je moet dus je linker pijltje ingedrukt houden. En dan kan je de amiibo boven je controller houden. En kijk, dan komt inderdaad Bowser. Als je een Bowser-amiibootje erbij gebruikt. Wow, 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 wacht even. 5 kattenzonnen. Waar? Ergens zijn gewoon 5 van die kattenzonnen? Oké, maar eerst wil ik dat je deze blokken kapot maakt. En dan kan ik deze kattenzon pakken. Dat was gewoon de bedoeling. Woehoe! Juist, en deze hebben we nu compleet. Dit is kattenzon nummer 5 op dit eiland. En Bowser, jij mag er weer vandoor, vriend. Hey, de tweede toren die compleet is. En als je dan bij dit eiland bent, dan heb je hier dus ook gelijk nog een keer zo'n Plessie medaille race. Dus let's go. Deze vind ik hartstikke leuk om te doen. Gaan we lekker hier overheen. Pakken we deze. Oh, nu is er eentje daarboven. Even kijken hoe ik daar het beste kom. Volgens mij kan ik gewoon lekker hier opklimmen. Ja. Oh, dan gaan we daar naartoe. Dan hebben we Plessie opnieuw nodig. Go, 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 go. Yes. Volgens mij kan je dit pas doen als je de allereerste 50 kattenzonnen hebt gevonden. Want ik heb die medailles letterlijk niet gevonden toen ik deze game nog niet had uitgespeeld. Nou, dit is nummer 57. Laten we even bij het Colosseum gaan kijken. Dat is bijna helemaal rechtsbovenin op de map. Versla Cat Pom Pom. Nou, we hebben hier al een keer iemand verslagen. Ik ben benieuwd of het dezelfde guy is dan. Cat Pom Pom. Where are you? Yo. Hallo. Hallo. Oké, we moeten de juiste Cat Pom Pom vinden. Dat is degene met de roze ninja ster. Die moeten we pakken.
Die staat nu hier. Lekker. En de volgende. Waar sta je nu? Waar sta je nu? Sta je weer naast me? Je staat gewoon weer naast me. Oh, ik mis je. Ik mis je. Maar nu raak ik je wel. Lekker. En Bowser die is weer terug. En ik kan Bowser gelijk weer lekker weg laten gaan. Door deze ster te pakken, denk ik. Zon. Het is zijn zonne, Rick. Weet je dat na bijna 60 zonnen nog steeds niet? Hoppakee. Hier moeten we er nog twee. En Bowser is weer weg. Versla Cat Boom Boom opnieuw. Huh? Oké, we gaan Cat Boom Boom gewoon proberen om nog een keer te verslaan. Tuurlijk, tuurlijk. Waarom ook niet, joh? Want laten we proberen om die laatste twee zonnen ook gewoon hier te halen. Op deze planeet. Of ja, planeet. Eiland is het eigenlijk. Het is geen Super Mario Galaxy, hè, Rick? Met planeten en zo. Nee. Oh, wacht even. Bowser die wil weer wat doen. Is goed, Bowser. Kan jij even je Charizard aanval hier doen op deze blokken dan? Dan heb ik hier gelijk ook de ene laatste zon namelijk. Oh, ik ben wel geraakt. Dat is jammer. Hier, Bowser. Dankjewel, vriend. En dan hebben we ook gelijk de vijfde in het Colosseum gevonden. Dus dan hoeven we alleen Cat Boom Boom nog even opnieuw te verslaan. En ik denk dat Cat Boom Boom wel eventjes een... Ja, die heeft waarschijnlijk wel een trucje in petto voor ons. We gaan nu gewoon even helemaal lekker via de bovenkant. Of is dit gewoon de manier waarop we hier naartoe hadden moeten gaan? Hadden we net gewoon een deel geskipt. Nee! Ik kan hier niet in. Daarvoor heb ik weer een bom nodig. Nee, nee, laat die bom nou met rust, Bowser. Hoe moeten we dit doen? Moeten we dan eerst die bom daarop gewoon... Ik moet hier eerst volgens mij een trap creëren, zodat ik hier gewoon op kan springen. Zo, spring, 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 spring. En gooi de bom! Oké, oké. Het was goed genoeg, het was goed genoeg. Woehoe! Oh, ja, 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 ja. Je hebt nu gewoon allemaal van die stekelvarken dingen hier. Kom maar, ik heb een vuurbloem voor je. Hier, vuurbloem. Oh, wacht, wacht, wacht. Oh, wacht, wacht, wacht. Waarom kan jij met jouw schild dwars door die stekels... Auw, door die stekels heen. En waarom let ik even niet op? Oh, ik let helemaal niet op. Ik let helemaal niet op. Geef hem maar even een nieuwe vuurbloem alstublieft. Dank u wel. Ah! Ah! Lekker bezig, Bowser. Lekker bezig, Bowser. Oh, ik kan nu niet op je hoofd springen? Ik kan nu wel op jouw hoofd springen. Sowieso wel. Ik sprong alleen mis, volgens mij. Jee, muntjes. Lekker munten harken, jongens. En zo hebben we ook Kattenzon nummer 5 op dit Colosseum-eiland, noem ik het maar even. Jee, die vuurtoren is ook compleet. En dat is dan onze 60ste zon. In de volgende video ga ik op zoek naar de volgende 10 kattenzonnen, zodat dit een 100% run wordt. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat vet vindt. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Oh ja, en vergeet niet om te abonneren. Mazzel!